Het derde en laatste kenmerkend aspect van tijdvak 1, de tijd van jagers en boeren, heeft te maken met het ontstaan van de eerste steden. En dat kenmerkend aspect dat, is letterlijk als volgt genoemd: het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen. En ook hier zullen we zien dat die stedelijke gemeenschappen, die stedelijke samenlevingen eigenlijk politieke, culturele, economische en sociale aspecten kennen. En die zullen dus ook allemaal in deze video voorbij gaan komen. We gaan weer even terug naar het gebied waar we in de vorige video ook al waren bij het ontstaan van de landbouw, namelijk dat gebied van die vruchtbare halve maan in het Midden-Oosten. Hier op het kaartje heb je het nog een keer. Dat is dus dat gebied dat zich in de vorm van een halve maan uittrekt van Egypte in het westen tot Irak en Iran in het oosten. En daarbij zijn die grote rivieren als de Nijl en de Eufraat en de Tigris erg belangrijk, zoals we later in dit filmpje ook nog zullen gaan zien. In dat gebied van die vruchtbare halve maan, daar begon dus die Neolithische revolutie, oftewel die overgang naar een landbouwsamenleving, naar een agrarische samenleving. En daar is het in de vorige video ook al even over gegaan. Nu ga ik er even nog wat dieper op in, want dan gaan we eens even in een soort schemaatje zetten wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Nou, die jagers en die verzamelaars in die vruchtbare halve maan, die gingen dus de zaden van de gewassen die ze hadden verzameld, voortaan ook zelf planten. Daarmee ontstond langzamerhand de akkerbouw. Daarnaast probeerden zij de wilde beesten waar ze op jaagden te temmen, zodat ook de veeteelt ontstond. Ze gingen het als vee houden. En daarvoor deden zij allerlei uitvindingen. Er werden allerlei nieuwe gereedschappen uitgevonden, zoals bijvoorbeeld een ploeg om de grond beter te kunnen bewerken. En dat zorgde er uiteindelijk voor, die drie zaken, dat die eerste boeren meer voedsel hadden. Ze wisten hun voedselproductie te verhogen. Zoveel zelfs dat ze veel meer voedsel hadden dan de jagers en verzamelaars. Dat was ook de reden waarom steeds meer mensen van jagen en verzamelen overgingen op de landbouw. Nou, in die vruchtbare halve maan kwam dat doordat het klimaat daar erg goed was, doordat er daar dus zoveel gewassen en zoveel beesten waren dat ze dat konden gaan doen. En dat had ook te maken met de aanwezigheid van die grote rivieren. Want die landbouw in die vruchtbare halve maan die werd al snel gekenmerkt door de zogenaamde irrigatielandbouw, zoals je hier op het plaatje ook ziet. Die grote rivieren zoals de Eufraat, de Tigris en de Nijl, die traden ieder jaar een keer buiten hun oevers. Dat gebeurde ongeveer op een vast moment. Dan steeg het waterpeil en dan overstroomden de rivieren feitelijk het omliggende land. Dat zorgde ervoor dat als het water weer was weggetrokken, er op die grond rondom die rivieren vruchtbaar slib achterbleef. Ja, en die grond werd daardoor erg vruchtbaar. Daarnaast zorgden de boeren er ook voor dat ze het overtollige water probeerden op te vangen en door middel van allerlei kanaaltjes steeds verder het land, steeds verder van de rivier af dus op te krijgen. Zodat ook de grond verder van de rivier af bevrucht kon worden, zodat die ook vruchtbaar was. En dat is irrigatielandbouw. Je ziet dat hier op dat plaatje ook. Die boeren die hebben allerlei kanaaltjes aangelegd, zoals je op de voorgrond ziet, terwijl je linksboven in de hoek de rivier nog ziet. Nou ja, dat is natuurlijk slim gebruik maken van dat water dat er is. Doordat de voedselproductie groeide in die vruchtbare halve maan, en in die landbouwsamenleving sowieso, begonnen de dorpen te groeien. Mensen konden dus nogmaals op een vaste plek gaan wonen, een sedentaire levenswijze erop nahouden, en dat konden ze dus in steeds grotere groepen gaan doen. Die dorpen groeiden van enkele tientallen tot soms zelfs enkele honderden inwoners, en dat kon nog naar veel meer groeien, zoals we dadelijk ook zullen zien. En als gevolg van die verhoging van die voedselproductie hoefde niet iedereen in die dorpen zich nog langer bezig te houden met de landbouw. Sommige mensen konden bijvoorbeeld ook die ploegen gaan maken en die andere gereedschappen. En dat soort mensen worden ambachtslieden genoemd. En zo ontstaat de nijverheid of de ambachten. Dat is het maken van producten met de hand. En uiteindelijk zorgt dit ook voor het ontstaan van de handel. Mensen die dus of dat voedsel of die werktuigen gingen verhandelen. En die groei van die dorpen en het ontstaan van de handel, dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat in die vruchtbare halve maan de eerste steden ontstonden. En dat waren dus geen dorpen meer van enkele honderden inwoners, maar dat waren ommuurde steden van duizenden inwoners, tienduizenden inwoners soms zelfs wel. Oké, gaan wij nog eens even iets anders erbij pakken dat we ook al eerder gezien hebben, de ontwikkeling van de middelen van bestaan in de vruchtbare halve maan. In het vorige filmpje had ik al gezegd dat ze ongeveer tot 9000 voor Christus nog aan jagen en verzamelen deden in die vruchtbare halve maan, en dat al voor 9000 voor Christus de eerste landbouwers in de vruchtbare halve maan waren. Maar goed, we hebben nu dus gezien dat er nog twee middelen van bestaan zijn bijgekomen. Namelijk de ambachten en later ook de handel. En dan zie je dus dat zo'n landbouwsamenleving complexer is dan zo'n samenleving van jagers en verzamelaars. Want in zo'n samenleving van jagers en verzamelaars was maar één middel van bestaan. En in een landbouwsamenleving waren er uiteindelijk drie, zoals je hier ziet. De meeste mensen werkten overigens wel in de landbouw.
Oké, even terug naar die vruchtbare halve maan. Hier hebben we hem weer. We gaan ons even focussen op twee gebieden, namelijk Mesopotamië, hier in het oosten, aan de rivieren de Tigris en de Eufraat. En dat is ook wat Mesopotamië eigenlijk betekent. Komt uit Grieks, gebied tussen de twee rivieren. En we gaan eens even kijken naar Egypte, in het westen, aan de rivier de Nijl. In die twee gebieden ontstonden namelijk de eerste stedelijke gemeenschappen. En dat begon als eerste in Mesopotamië. Nou ja, die stedelijke beschaving die daar ontstond, wat zijn daar dan de kenmerken van? De economie, weer als eerste, de middelen van bestaan, nou ja, dus landbouw. Die bestaat uit akkerbouw en veeteelt, maar dus ook de ambachten of de nijverheid, zo kom je het ook tegen, en de handel. Nogmaals, we zien dus dat die landbouwsamenleving zich steeds verder ontwikkelt, dat die eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. Dat zien we ook op politiek gebied gebeuren, want de groepen mensen die samenleefden, die groeiden. En die steden die konden dus ja, zo'n 10.000 en soms zelfs wel 50.000 inwoners hebben. Dat was voor die tijd ongekend. En in die steden daar was de koning de baas en hij bestuurde met behulp van priesters. Maar die steden die begonnen langzamerhand uit te groeien tot rijken, tot complete stadstaten. En een stadstaat is een staat ter grootte van een stad en haar omgeving. Zo'n stadstaat die heeft een eigen bestuur, eigen rechtspraak, eigen regels, maar dus ook een eigen leger. En er ontstonden ook de eerste oorlogen tussen de verschillende stadstaten in Mesopotamië. In sociaal opzicht waren die stadstaten van Mesopotamië ook weer wezenlijk anders dan die dorpen uit die vroege landbouwsamenleving. De groepen werden groter. Gemiddeld hadden de steden in het zuiden van Mesopotamië, in Sumerië, zo'n 10.000 mensen. Dat is nogal wat, zeker voor die tijd. En in die steden waren de sociale verschillen steeds groter. In die steden was sprake van een hiërarchische opbouw van de samenleving in sociale klassen. Wat zag je bijvoorbeeld? Nou ja, onderaan stonden de slaven. Daarboven kwamen de boeren. En dat was het grootste deel van de bevolking. Daarboven die boeren stonden weer de ambachtslieden. En boven die ambachtslieden, nog een treetje hoger in de sociale hiërarchie, bevonden zich de priesters. En helemaal bovenaan in die hiërarchie stond de koning. Hij had de macht in handen. Die priesters hadden een belangrijke rol in de Mesopotamische godsdiensten. Dat waren polytheïstische godsdiensten, oftewel godsdiensten met meerdere goden. Zal ik in een ander filmpje nog wel eens op terugkomen. En er waren dus allerlei magische rituelen die in de tempels plaatsvonden. Iedere stad had zo'n tempel in het midden staan en die tempel dat was eigenlijk het centrum van de stad. En in die steden werden ook weer allerlei uitvindingen gedaan, zoals bijvoorbeeld het schrift dat we al eerder aangehaald hebben. En die cultuur in Mesopotamië die ontwikkelde zich dus heel erg. Nou, hoe zat dat met die andere grote beschaving in die vruchtbare halve maan, in de tijd van de jagers en boeren Egypte? Daar zien we een soortgelijk iets, maar toch even net iets anders. Economisch gezien is het hetzelfde. Ook daar leeft een groot gedeelte van de landbouw, de akkerbouw en de veeteelt, op basis van die rivier de Nijl, dat was echt de levensader van Egypte. Ook daar waren er ambachtslieden en ook daar werd er handel gedreven. Op politiek gebied is er een groot verschil. Mesopotamië en zeker dat zuiden Sumerië bestond uit allemaal kleine aparte stadstaatjes. Dat waren dus vaak niet heel grote gebieden. Egypte bestond in eerste instantie ook uit een aantal kleine dorpen die soms uitgroeiden tot steden. En in die steden, daar was weer de koning de baas die de steden bestuurde met behulp van de priesters. Maar wat er in Egypte gebeurde, is dat die steden steeds meer samengevoegd werden tot een rijk. En daardoor ontstond er uiteindelijk het zogenaamde boven Egypte in het noorden en beneden Egypte in het zuiden. En zo rond 2950 voor Christus kreeg de leider van boven Egypte na een oorlog ook de macht over beneden Egypte. En zo werd Egypte verenigd tot een natiestaat met de farao als leider. En een natiestaat is een land waarin een groep mensen leeft die zichzelf bestuurt. Een volk of een natie dus. En die farao is de politieke leider en die probeert dus een culturele en een politieke eenheid tot stand te brengen, zodat alle inwoners het gevoel hebben dat ze bij elkaar horen. En dat is precies wat die Egyptische farao's gingen doen. Ze probeerden van Egypte echt één rijk te maken en iedereen moest zich ook echt Egyptenaar voelen. En dat is dus iets anders dan wat er in Mesopotamië gebeurde. Op sociaal gebied zien we eigenlijk hetzelfde als in Mesopotamië. Ook daar leefde men in grote groepen bij elkaar. Ook daar was er een sterk hiërarchische opbouw van de samenleving in sociale klassen, er waren de sociale verschillen. En op cultureel gebied leek die stedelijke beschaving van Egypte ook heel erg op die van Mesopotamië. Want ook in Egypte was er sprake van een godsdienst waarin meerdere goden vereerd werden, een zogenaamde polytheïstische godsdienst dus. Er was één periode, de periode van de farao Akhenaton, waarin er sprake was van monotheïsme.
In de periode dat die Achnaton aan de macht was, je ziet die jaartallen daar staan, die mag je ook meteen weer vergeten, probeerde die Achnaton om ervoor te zorgen dat de Egyptenaren nog maar één god zouden vereren. Namelijk Aton, de god van de zonneschijf. En dat noemen we dus monotheïsme. Dan wordt er dus één god vereerd. Nou, ook in Egypte zagen we dat er rondom de tempels en in de tempels allerlei magische rituelen werden uitgevoerd door die priesters. Ook hier vormden de tempels vaak het hart van de stad. En ook hier werden er heel veel uitvindingen gedaan en ook hier ontstond er een schrift, dat welbekende hiërogliefenschrift, dat je vast wel eens gezien hebt. En je ziet nu dat als je de laatste dia's van de eerste video, de tweede video en deze video met elkaar zou vergelijken, dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. En dat heeft vooral dus weer te maken met die middelen van bestaan. Daardoor konden mensen in grotere groepen bij elkaar gaan leven en dat zorgt ervoor dat mensen ook op een andere manier met elkaar omgaan.